Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga jullie een update geven van mijn nagellakstash. Het is echt een hele tijd geleden dat ik mijn nagellakstash voor jullie filmde. En er is intussen best wel weer wat bijgekomen. En het leek me leuk om dat gewoon eventjes weer te gaan laten zien. Ik moet er wel bij vertellen dat het overigens niet alles is. Mijn hele stash is op dit moment echt een beetje ongeordend. Het is echt een beetje een bende. En het kan zijn dat daar dus ook nog lakjes liggen die niet in deze video gaan zitten. En dan heb ik ook nog lakjes die gewoon nog een review moeten krijgen. Dus die zitten hier ook niet in. In de thumbnail staat een foto van het nagellakrek. Hoe die er nu uitziet. En daar heb ik dus de lakjes uitgehaald die ik jullie ga laten zien. En Dat verandert toch steeds weer, dus ik sluit ook niet uit dat er misschien in de toekomst nog eens een tweede rek bij komt. Dus dan kan ik altijd weer een nieuwe update opnemen van mijn nagellakstash. Maar voor nu leek het me leuk om dat gewoon weer een keertje te gaan doen. En ik heb echt eventjes dit tasje gevuld en hij is echt super vol. Dus ik ga het ook gewoon random laten zien en ik ga snel beginnen. Dus als je benieuwd bent naar de nagellakjes die nu in mijn rek staan, kijk dan zeker even gezellig mee. Allereerst heb ik hier een Color & Go lakje. Dit is van Essence en dit zijn nog die oude collectie. De collectie voor de gel lak, zeg maar. Dit is de kleur 107 Naughty en Pink. En nou ja, ze zijn nog gewoon goed, dus daarom kan ik ze ook nog gebruiken. Zodra ze natuurlijk overstuur zijn, ja, zullen ze mijn nagellakrek verlaten. Maar voor deze geldt dat gelukkig nog niet. Nog een Color & Go van Essence. Dit is de 114 Femme Fatale. Jullie horen op de achtergrond twee katten die naar elkaar aan het grommen zijn. Die zijn de hele dag al achter elkaar aan het aanrennen. Dus ja, sorry voor het ongemak. Dit is gewoon een rode kleur. En dit is inderdaad ook nog zo'n lakje uit de oude collectie. We blijven eventjes in de Color & Go collectie van Essence hangen. En dit is dan de kleur 146, That's What I Mind. Dit is echt inderdaad een mint kleurtje. Ook wel een heel erg leuk kleurtje, moet ik zeggen. Dan heb ik deze kleur. Dit is de 104 Sweet as Candy. Die is wel heel licht. Dan heb ik deze, een blauwe. Dit is de 129, The Boy Next Door. Dan dit kleurtje, vind ik ook wel een hele mooie. Dit is de 111, English Rose. Dan is dit, ja, meer blauw-groenachtig. Het zit er een beetje tussenin. Hij oogt op de camera donkerder als dat hij is. Dat zie ik al wel. Dit is de 128, Let's Get Lost. Dit is een Nude Glam lakje van Essence. Dit is de 06 Cookies & Cream. Wel een heel leuk kleurtje, moet ik zeggen. Color & Go van Essence weer. Dit is de 108 Ultimate Pink. Dan heb ik hier een groene. Nou, volgens mij is deze... Ik ga hem even schudden. Volgens mij mag je eigenlijk niet schudden. Deze moet ik even kijken of dat hier nog wat... haalbaars aan te behalen valt. Maar dit is in ieder geval de kleur de 150 Upper Cream Side. Nou ja, hij is inderdaad heel erg groen zoals je kunt zien. Dan deze gele. Deze heeft de naam 118 Little Miss Sunshine. Wel toepasselijk. Een mooi lila kleurtje meer. Ook deze oogt donkerder op de camera als dat hij is. Dit is de 125 Absolutely Blue. Nou ja, die link met die naam die leg ik dan ook weer totaal niet. Want het is echt geen blauw, maar echt lila. Dus dat vind ik echt heel bijzonder. Dan heb ik een Sparkle Scent Effect van Color & Go. Dit is echt zo'n mooie met rode kleur met glitters. Dit is de 156 Me and My Lover. Ik vond dit altijd wel een heel mooi lakje voor kerst bijvoorbeeld. Valentijnsdag. Als je daaraan doet. En dan heb ik nog een glitter lakje. En dit is de 154 Pink and Prouds. Ja, dat is weer precies hetzelfde. Het is geen, ik vind het echt totaal geen roze, maar echt meer paars. Dus, nou ja,
ik kan er niks aan doen, maar ik vond de naam niet toepasselijk. We blijven nog eventjes hangen in de lakjes van Essence. Nu ga ik over op de gel nail polishes van Essence. Dit is een blauwe. Deze heeft de naam 31 Electric. Met nou echt heel veel i'tjes in ieder geval. Dus daarom heb ik hem maar iets uitgerekt met de naam. Maar dit is ook wel een leuke kleur. Dan heb ik dit kleurtje. Dit vind ik echt persoonlijk ook een favoriet van mij. Dit is de 24 Indian Summer. Ja, ik vond dit gewoon ook een heel leuk kleurtje. Ook voor de lente en zo vind ik deze heel erg leuk, moet ik zeggen. Dan heb ik deze. Deze heet 12 Mandarin Bay. Volgens mij is deze eruit gegaan. Maar ik vond dit echt een heel leuk kleurtje ook. Dan deze rode. Deze heeft de naam 11 Forever Young gekregen. Dan een lila kleurtje. Dit is de 21 A Whisper of Spring. Deze. En deze heeft dan zo'n superleuke naam. Daarom wil ik het hebben eigenlijk ook deze naam. Want deze heet 67 Love Me Like You Do. Heel erg leuk. Paars kleurtje met de naam 52 Amazed By You. Dan deze hele mooie gouden met glitters. En deze heeft de naam 44 On Air gekregen. Dan vind ik deze ook super mooi. Dit is een grijs kleurtje. En ja, ik vind deze ook heel erg mooi. Omdat hij eigenlijk ook wel gewoon voor alle dagen eigenlijk best wel kan. Dit is de 70 Grease Zone. Dan dit kleurtje. Dit is ja, wel een beetje groenachtig. Deze viel me overigens een klein beetje tegen. Past er niet helemaal bij wat ik normaal draag. Maar dat geeft niet. Dit is de 64 Iceland Hopping. En dan heb ik nog deze witte. En dit is de 33 Wild White Waves. En deze is ook echt heel fijn als base coat. Die je gewoon onder je gewoon eerst aanbrengt. En als je dan een kleurtje hebt die vrij licht is, dan wordt de kleur veel heel erg intens. Dus dit is echt ook een hele fijne. Dan heb ik van Essence Studio Nails XXL XXL Nail Thickener. En ja, dit zijn gewoon een beetje van die verzorgende lakjes die gewoon ja, je nagels... ja, wat doet deze eigenlijk? Ja... Voor chippen en dat soort dingetjes. En vaak ja, zorgen ze dat je nagels er wat sneller van gaan groeien. Maar ik vind het gewoon ook hele fijne lakjes gewoon als, om als base coat te gebruiken als verzorging, zeg maar. Dan heb ik de Essence Nail Art Satin Matte Topcoat. Dit is een topcoat die dus ja, een matte effect geeft. Hij heeft de naam 26 Matte About You. Dus... Ook vind ik dit altijd wel heel erg fijn als je bijvoorbeeld een matte nagellak hebt. En ik gebruik toch vaak dan een topcoat om dan deze eroverheen te brengen zodat je het matte effect behoudt. Dan heb ik een nail base van Essence. Ook van Studio Nails. Ja, dit is gewoon een nagellak die je dus inderdaad onder je nagellak die je eerst aanbrengt voordat je de kleur gaat aanbrengen. Dan heb ik deze Color Booster. Dit is een base coat ook. Dit is eigenlijk precies hetzelfde als de witte nagellak die ik je net liet zien. Die je eerst kunt aanbrengen en dan kun je er een kleur over aanbrengen die bijvoorbeeld iets minder intens is. En dan wordt de kleur ineens een stuk intenser. Dus dat is ook wel een hele fijne. Dan heb ik nog een... primer van de Gel Nails at Home collectie is al lang niet meer verkrijgbaar. Maar deze moest je aanbrengen voordat je de hele stappen ging doorlopen van de gel lak met de lamp.
Dan heb ik deze topcoat. Dit is de Light Reflection topcoat. Een hele fijne vind ik dit, want deze geeft echt een heel erg mooi effect. Ik weet niet of je het ietsjes kunt zien door het potje heen, maar dat effect krijg je dus ook over je nagels heen dan. En het staat wel heel erg leuk met sommige kleurtjes. Dan heb ik hier de Gel Nail Polish topcoat natuurlijk, die bij de welbekende gel nagellakjes hoort. Je hoeft hem niet in combinatie te gebruiken, die kun je ook gewoon zo gebruiken. Maar ik vind het altijd wel fijn om met de topcoat en basecoat te gebruiken. En de basecoat die heb ik dan hier. Dus ja, die twee die horen eigenlijk gewoon bij de gel collectie. Dan heb ik deze Nail Art Glow in the Night topcoat. Dit is wel een hele leuke, want dan deze heeft de naam sowieso 18 Fly, Firely Fly. Nou, dat is echt super grappig, want dan, ja, als je dan je nagels hiermee hebt gelakt en dan lig je s'avonds in bed en het is super donker en dan zie je die nagels oplichten. Dat vind ik echt super leuk dat dit ook echt gewoon werkt. Dit is een Ultra Nail Repair. Deze is ook uit die Studio Nails collectie. En ja, dit vind ik ook wel heel erg fijn als mijn nagels broos zijn. Om er toch wat verzorging op te doen. Dan vind ik dit soort producten gewoon heel erg fijn om te gebruiken. Dan heb ik nog een paar producten uit de Gel Nails at Home collectie. Dit is de Clear Gel Topcoat. Deze vind ik ook wel heel erg fijn om te gebruiken bij de gel nagellak van de Action bijvoorbeeld, omdat ik het toch beter vind werken met een topcoat. En deze heb ik nog staan, dus deze gebruik ik daar regelmatig voor als ik die opdoe. En het zijn best wel ja, kleinere potjes, moet ik zeggen. Ja, helaas zijn ze zelf al niet meer te krijgen, maar ja, ik vind het, nu komen ze toch nog wel goed van pas voor mij, dus voor die gel lak. Dan heb ik ook een French gel topcoat. Ja, deze was gewoon voor French manicure. Deze kon je gewoon over je gewone nagels aanbrengen. Maar ik vond het dan toch wel mooier om er ook echt dat witte randje eroverheen te leggen. En er wat extra's van te maken. De Peel Off Gel Base Coat. En dit is ook, ja, ik was hier altijd best wel een beetje sceptisch over. Want als je die base coat eigenlijk al te ver over je randje van je nagel, dus bijvoorbeeld echt op je huid aanbracht, dan trok je op een gegeven moment al heel snel het laagje ook met de nagellak eraf. Dus dat was altijd best wel een beetje een dingetje om dat heel goed aan te brengen. En het bleef altijd heel erg lang plakkerig. En dan weet ik dat je met die cleanser er overheen moest gaan en toch bleef het best wel lang plakken. En dan heb ik ook nog deze effectje gel topcoat. Deze heeft dan zwarte, ja, van die zwarte glitters erin zitten. Dus dat is ook wel leuk om te combineren. Dan heb ik een Nail Art Magnetic topcoat. En even kijken hoe dit ook weer zat. Deze... Oh ja, je kon dan gewoon een nagellakje aanbrengen en dan de topcoat eroverheen. En dan kon je met zo'n magneetje kon je er een leuk effect in creëren. Maar volgens mij is dit allemaal al lang uit de collectie en is het al lang weer vervangen door iets nieuws. Dan heb ik van Catrice deze Gel & Shine topcoat. Dit is ook zo'n 3-stappen product die je zonder lamp kunt gebruiken. En ja, deze kon je dan aanbrengen. En die kon je gewoon. Die kon je dan eerst aanbrengen. Dan kon je een willekeurige kleur erop doen van Catrice. En ja, die kon je dan als het ware kon je hem afmaken met de topcoat. Die ook een gel topcoat. En dit vind ik, deze twee vind ik echt super goed. Ik vind deze nog beter dan die van Essence, zeg maar. Dus deze zijn echt aanraders als je echt een beetje van dat van die gel look effect houdt op je nagels. Dan heb ik hier een I Love Trends de Nudes lakje. Dit is de kleur 03 I'm Lost in You. Vond ik ook wel een hele leuke kleur. Dan heb ik hier Express Dry Drops
van Nail Art, ook van Essence. En ja, dit is zo'n pipetje en die kon je dus over je net gelakte nagels aanbrengen. En dan werden ze een stuk sneller droog. En ja, vooral nou ja, is het niet echt aan te raden natuurlijk om je nagels in de haast te lakken. Maar dit was altijd, ik vond dit best wel heel erg fijn. Niet dat ik het heel regelmatig gebruikte, maar soms was het echt wel heel erg handig om te doen. Dan heb ik een kleurtje van Catrice. En dit is een, even kijken hoor, een Ultimate Nail Lacquer in de kleur 38 Fina Tina. Beetje moeilijk lezen, want het is best wel een donkerpaars kleurtje. Dan heb ik de CC Care & Conceal van Catrice ook. Dit is de 06 Perfecting Peel Almond. En ja, dit is ook zo'n lakje wat ook gewoon verzorgd kleur geeft. En ja, het ziet er best wel gewoon mooi uit op je nagels. En het heeft dan ook nog een, ja, eigenlijk goede werking. Dus daar hou ik altijd wel van. Heb ik de No Makeup Nail Polish van Essence met een powdery finish. Dit is de 03 Powdery Nude. En dit is echt een lakje die je echt met zo'n witte onderlaag moet gebruiken. Want anders is hij echt veel te licht. En met die witte onderlaag dan komt hij echt heel mooi tot zijn recht. De Gel Look Plumping Top Coat vind ik heel fijn om over mijn nagellak heen aan te brengen. En ja, niet echt dat het een gel effect geeft. Maar ik ben gewoon heel erg tevreden over deze topcoat. Dus daarom koop ik die altijd. Dan heb ik de Crushed Crystals van Catrice. Dit is de 03 Shooting Stars. Het is echt een heel erg mooi lakje. Want er zitten hele fijne glittertjes in. Alleen het afhalen vind ik altijd een beetje een ramp. Want ja, het blijft altijd met een watten schijfje blijft het erg in je nagels plakken. Dus eigenlijk is dit het beste om in zo'n potje met je nagel dan in zo'n potje te duwen, zeg maar. Waar zo'n sponsje in zit en dat je het eraf haalt. Maar ik vond dit ook wel een heel leuk kleurtje ook. Van de Isle of Trends, de Pastels, heb ik deze topcoat eigenlijk. Goh, even kijken of ik nog een kleur kan vinden. Want hij staat erop, maar door al die glitters is het haast niet leesbaar. Ik zal het even opzoeken als ik het kan vinden. Dan zet ik het even hieronder, want het is heel moeilijk leesbaar. Maar deze vond ik ook heel erg leuk in combinatie met dus Isle of zo'n lakje uit de pastelcollectie. Dan heb ik dit lakje van Rimmel van de Pro Salon collectie van Kate Moss. Dit is de 317 Hip Hop. Een mooie rode kleur die heel goed dekt. Echt heel fijn. Van Essence heb ik de French Manicure. En dit is de kleur 03 True Friendship. Ik was hier niet heel erg te spreken over, want ik had hem veel witter verwacht. Maar helaas. Van New York Color heb ik dit lakje, oftewel NYC. Dit is de 246/40 Park Ave. En dit is echt een heel mooi, ja, bruinig kleurtje. Hij oogt overigens weer donkerder dan dat hij is, maar het is echt een hele mooie kleur. Dan heb ik een Nail Art Special Effect Topper. En dit is de 01 It's Purplicious. Dit is dus inderdaad zo'n paarse topcoat met glittertjes. Heel erg leuk om af en toe over je nagels toe te passen met een feestelijke gelegenheid of zo. Nog een lakje van de French Manicure collectie van Essence. Dit is de 02 Frenchies Are Forever. Ja, deze vond ik op zich dan nog wel oké. Alleen die andere kleur die viel een beetje tegen. Van de Pastels collectie van Essence is dit de Sweet as a First At First Sight 04. Heel mooi kleurtje. Echt heel mooi. En deze vind ik dan ook heel erg leuk in combinatie met die glitter topcoat. Dan heb ik een anti-split nail sealer van Essence. En ja, deze zorgt ervoor dat je nagels minder snel inscheuren. Maar dit vind ik ook gewoon fijne producten om als base coat te gebruiken. Dan heb ik deze Silk Matte Topcoat van Catrice. Dit is inderdaad ook gewoon zo'n topcoat met een mat
effect. Ja, heel fijn. Ook wel heel erg leuk dat dit flesje ook echt mat is dan. Dan heb ik van Sally Hansen heb ik een Extreme Wear Nail Color. Dit is zo'n lakje die ik bij de Action heb gekocht. Ik ga even kijken of ik een kleurtje kan vinden. De naam bedoel ik. Crushed heet deze. En ja, heel leuk kleurtje. En zoveel goedkoper als dat ik hem bijvoorbeeld bij de lokale drogist had gekocht. Van de Hema heb ik deze Longlasting Top Coat. Heel mooi kleurtje is dit. Echt een beetje zo'n koper kleurtje lijkt het. Koper rosé een beetje. Echt, ja, het is echt een heel mooi kleurtje. Dit is de 208. Jammer, de Hema heeft nog altijd geen namen aan hun producten, maar altijd nog nummers. Van Catrice de Luxury Nudes. Gewoon een nieuw nagellakje. Even kijken hoor, hoe heet deze kleur? Dit is de 1 Delight in Pure Light. Wel een mooi kleurtje. Moet wel ook weer met zo'n witte base coat gebruikt worden, anders dekt hij niet. Van Maybelline de Colorama. Deze komt ook bij de Action vandaan, zoals je misschien nog wel vermoedt. Volgens mij staat hier ook dan weer geen kleur op. Want er zit er weer zo'n leuke sticker overheen, jongens. Nee, ik kan de kleur niet vinden, maar het is gewoon een mooi paars lakje. Paars. Ja, blauw paars meer. Dan heb ik deze nagellak van Essence. Dit is de Pro White Effect. Dit is wel een hele mooie als je niet zo heel veel tijd hebt om echt uitgebreid je nagels te gaan lakken. Maar ze toch er iets bijvoorbeeld gezonder uit wil laten zien. Dat kan. Dan kun je dit over je nagels heen aanbrengen. En dan ja, wordt het allemaal net iets lichter van kleur. Waardoor het er heel natuurlijk uitziet. De Nail Art Magnetic nagellak. Dit is de kleur 03 Magic Wand. En dit was inderdaad zo'n lakje die je kon gebruiken in combinatie met een magneetje. Dan heb ik van Rimmel de 60 Seconds nagellak. Dit is eentje uit de Rita Ora collectie en deze heeft de naam 323 Don't Be Shy. Hele fijne lakjes ook deze. Dan heb ik ook nog een gewone uit de Rimmel 60 Seconds collectie. Deze heet 260 Funtime Fuchsia. Fuchsia. Nou, die namen jongens. Gewoon een Max & More nagellakje. Leuk nude kleurtje van de Action. Dit is de Moulin Rouge. Dit lakje van NYC in 225 Water Taxi Beach. Inderdaad, echt zo'n persie kleurtje meer. Echt, ja, heel mooi kleurtje. Ook goede dekking. Dan heb ik een effect topcoat. Dit is de Million Cells Effect topcoat met het holo effect van Catrice. 05 Let's Do The Whole Show. Zo heet hij dus. Dan heb ik een nail tip widener. Dit is van Miss Sporty. En hier ben ik altijd nog heel blij mee. Want ze hebben hele fijne kwastjes. Ze zijn een beetje schuin afgesneden. En ze dekken super goed. Dus hier vind ik altijd, dit vind ik altijd hele fijne lakjes om French manicure mee te maken. Ja, ze hebben verder ook geen naam. Maar dit vind ik echt de beste voor French manicure persoonlijk. Dan heb ik van Essence een Nail Candies. Dit is zo'n 6-in-1 product. Dit is de 06 Soda Pop en Candy Shop. Die had volgens mij ook een lichte geur. Dan heb ik van Essence de Nail Art Cracking Top Coat. Met de naam 09 Crack with 2 Red. Ja, dat was altijd. Het was echt zo'n dingetje dat die cracking. Dat je inderdaad echt zo'n heel mooi effecten op kreeg. Maar ik weet niet eens meer precies hoe het nou in zijn werking ging eigenlijk.
Dan heb ik ook nog een magnetisch lakje van de Action. Dit was ook met zo'n magneetje erbij. En dan kreeg je twee dezelfde kleuren. Tenminste, ik heb twee dezelfde kleuren. Dus ik heb deze twee keer. En hier staat ook gewoon geen kleur op. Maar het is een beetje, ja, goudbruinachtig met een glittertje in ieder geval. Van NYC heb ik dan nog de 119 City Blackout. Echt een hele mooie zwarte dekkende nagellak is dat. Van NYC heb ik de 220 Caramel Toffee. Dit is inderdaad echt zo'n caramel toffee-achtige kleur met ook echt een hele mooie dekking. Vind ik ook echt heel erg mooi om deze te dragen. En dan heb ik nog een mooi paars kleurtje van NYC. Dit is de 247 Prince Street. Ook een heel mooi kleurtje. Van Max & More is dit de Ombre Nail Polish. Nou, Max & More verkopen ze inderdaad bij de Action. Dit is echt een heel erg leuk lakje. Want als je deze gaat aanbrengen, dan verspringt hij dus van kleur. Hij wordt steeds weer lichter of weer donkerder. Dus je hebt echt... Het is echt een heel erg leuk effect wat dit lakje geeft. Ik geloof ook vooral dat hij met bijvoorbeeld warmte blijft hij wel donker. Maar als het dan wat kouder is, dan wordt hij lichter. Dit is echt een hele leuke. Even kijken of deze ook nog een naam heeft. Nee. Nee, niet dat ik weet. Maar dit is echt een hele leuke als je een beetje van, ja, van magische lakjes houdt. Is dit wel echt een hele leuke om in je stash te hebben. Dan dit Fashion Professional nagellakje, ook van de Action uiteraard. Ja, de kleur staat hier verder niet op, maar dit is gewoon een, ja, ook een mooi dekkend, ja, rood-bruinachtig kleurtje. Het zit er een beetje tussenin, meer zo'n herfstkleurtje vind ik het. Dan heb ik een base coat van de HEMA in nummer 35. Heel mooi blauw kleurtje. Echt zo, ook wel een beetje zo'n lentekleurtje. Heel leuk is deze. De 834 is dit overigens. Van de HEMA natuurlijk. Dan heb ik nog een lakje van Max & More. Dit zijn vooral de oudere collectie. Dit is de Paris Pink. En dan heb ik er nog een. En dit is Soft Pink. Ik heb heel veel roze, zoals je inmiddels wel gemerkt hebt. Dan heb ik nog een nagellakje van de HEMA. Dit is de nummer 13. En volgens mij is deze een beetje waterig. Ik weet niet of deze nog heel erg goed is. Wel een heel leuk kleurtje. Dan heb ik de Nail Art Twins Reload Glitter Topper. En deze heeft dus inderdaad nog zo'n tweeling... Zusje, om het maar even zo te zeggen. Dit is de 03 Mr. Big. En dan zal ik zo hem eventjes erbij laten zien als ik zijn zusje heb gevonden. En dan heb ik van de HEMA dit hele kleine lakje. En dit is nummer 11. En dit is een, ja, gewoon leuk zilver kleurtje. Dan dit nagellakje van Sinful Colors. Echt een heel fijn merk wat bij sommige kruidvatfilialen verkocht wordt. Echt een... Ja, vind ik echt een topmerk. Ik heb de kleur 264 Vacation Time. Maar dit zijn echt hele goede lakjes en ook heel betaalbaar. Ah, ik heb een tweelingzusje gevonden van de Twins. Dit is dan de Color Base. En dit is de 03 Carry. En dan breng je daar deze overheen. Dus dat geeft dan een heel leuk effect, omdat het heel mooi op elkaar is afgestemd. Van NYC heb ik dit Rock Muse Smoky Top Coat. En dit is 01 Rock Muse. En hij geeft ook een beetje kleur af. Maar ik heb bijvoorbeeld deze met de kerst gedragen. In combinatie met een zwarte lak eronder. En dan deze topcoat eroverheen. Wat een heel leuk effect gaf. Een glitter topcoat van de HEMA, nummer 4. Mooi roze, is niet lelijk jongens. Een 60 Seconds lakje van Rimmel. Dit is de 619 Pulsating. En ook deze kwastjes zijn gewoon heel fijn. En de lakjes drogen natuurlijk binnen 1 seconde. Huh? Nee.
Oh, wacht. Ik zeg het verkeerd. Het lakje, de nagel droogt binnen 60 seconden, dus binnen 1 minuut. Maar ja, het is een 1 seconde kwastje. Dus je hebt heel snel ook je nagel ermee gelakt. Dan van de Hema dit leuke lakje in kleur 43. Dan heb ik nog zo'n klein schattig mini lakje in kleur 18. Ja, het is een beetje... Ik dacht dat het goud was, maar het is een beetje goud, ja, roze. Het is een beetje een combinatie die ik niet helemaal kon thuisbrengen. Nog een lakje van Rita Ora. Deze is overigens niet uit de 60 Second collectie. Dit is de 270 Sweet Retreat. Heel leuk kleurtje ook. En dan heb ik ook nog zo'n French Manicure base kleurtje van Miss Sporty. En dit is inderdaad echt die base die je dus eerst die je dus mooi echt op je nagel ja, bed kunt aanbrengen. Dit, dat roze stuk en dan dat witte is echt voor de bovenkant. Dan heb ik een tip painter van Essentia. Dit is inderdaad ook zo'n lakje die je bij French Manicure kunt gebruiken. Ik vind deze vooral heel fijn om een streepje te zetten tot hoe ver mijn witte lijntje moet lopen. Omdat dit kwastje echt heel precies werkt. En om het echt mee in te de nagel mee in te vullen vind ik het niet zo handig. Maar voor streepjes te zetten vind ik hem wel heel fijn. Van Catrice heb ik dit ja, Ultimate Nail Lacquer nagellakje in 37 de Effect Maker. Van NYC heb ik zo'n Strip Me Off. Even kijken hoor. Ja, dit is zo'n base coat die je dus ook gewoon eraf kan trekken. Hij heet ook 001 Strip Me Off, maar ik vond hem niet zo'n heel groot succes helaas. Nou ja, hier heb ik dat tweede magnetische lakje die ik je straks al liet zien van de Action. Die dezelfde kleur heeft. Dan heb ik er nog eentje van de gel collectie van Essence. Dit is de 20 Beautiful Lies. Leuk oranje nagellakje van de Ethos. Leuk voor Koningsdag vooral, vind ik. Heeft ook verder geen naam. Nou ja, duidelijk toch, oranje. Deze nagelverharder van... de Hema, al moet ik wel zeggen dat ik nagelverharders vaak niet echt gebruik hoe ze moeten gebruikt worden. Ik doe ze altijd vaak toch onder een nagellak of zo. Dus ik kies er vaak voor om ze gewoon als base coat te gebruiken. Dit is kleur, het is nummer 10 overigens. Van de Hema heb ik nog deze topcoat met dots. Dit vond ik overigens niet zo'n heel groot succes. Want die dots die zijn heel moeilijk op je nagels te krijgen. Het is 07. En dan heb ik nog een lakje van W7. Een heel leuk kleurtje. En deze heet Neon Pink. Is echt zo'n lekker fel roze kleurtje. Ik hou ervan. Dan was dit de nagellakcollectie die op dit moment in mijn nagellakrek zit. Eigenlijk zit er best wel veel in. Ik ben er wel van overtuigd dat ik wel eventjes moet gaan kijken van oké, welke zijn er nog goed en zo. Want dat heb ik al best wel lang niet meer gedaan. Dus dat is ook gelijk weer even zo'n opruimding van oké. Even een wake-up of zo van oh ja, ik moet echt even gaan kijken van welke er nog echt gebruikbaar zijn. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Zoals ik al zei, er komt steeds ook wel weer bij of er gaat uit. Dus... ja, ik zal later nog wel weer eens een keer een update doen. Want ik heb ook nog wel lakjes liggen die er gewoon bij kunnen. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. Mocht je op de hoogte willen blijven van mijn nieuwste video's, kun je even abonneren op de knop hiernaast. Vond je video leuk? Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik je heel snel weer. Doeg!